We hebben hier wat verschillende knoppen en dat wordt nog een beetje de eenheid, wordt met de vormgeving een beetje doorsneden. We hebben hier zoals heet default buttons en een primary button en een success button. En dat kan je ook zien als je kijkt in de inspector. Als het element inspecteren, dan staat hier button primary en die krijgt dan deze rand- en achtergrondkleur. Als we kijken in de documentatie van Bootstrap, dan zie je ook de verschillende knoppen bij elkaar staan. Dit is de primary, daar is de succes en daar de gevaarknop en de waarschuwingsknop en de standaard. En die gaan we dan dus eigenlijk allemaal op dezelfde manier neerzetten, zodat er in onze vormgeving wat eenheid komt. En we maken er ofwel een succesknop van. We gaan dus in Dreamweaver op zoek naar die verschillende knoppen. Hier staat primary en we schrijven daarvoor button succes. En dat doen we dan ook bij de andere knoppen die dat nog niet zijn. Dan zie je zo weer een button default die een klasse button succes wordt. Ook in deze plek en op de andere knoppen net zo. Als we het opslaan, dan kunnen we verversen en kijken naar ons resultaat. En we zien dat we dus inderdaad nu allemaal die groene knoppen hebben. En die kleur kan je natuurlijk ook nog zelf weer verder aanpassen. Daarvoor kijk je nog een keer in de inspector zoals we hier gedaan hebben. En we zien dat hij dus een achtergrondkleur heeft en die moeten we dan in het stijlblad aanpassen. Dus we gaan nu terug naar Dreamweaver, we gaan naar het stijlblad, we voegen wat stijlregels toe. En dat is deze, dit stijlblad. En we doen dat bijvoorbeeld maar onderaan onze media queries. En we zien daar dus een link met een class, dus geen spatie, met een class. En dat is btn succes. En daar kunnen we dan het een en ander over opschrijven. We kunnen bijvoorbeeld schrijven de achtergrondkleur. Background color. En die kiezen we dan op een wat donkerder groene kleur. Bijvoorbeeld deze. Eerst maar eens even kijken of dat werkt. We verversen. En we zien dan een donkere groene kleur, we zien daar een lichte rand achter. En dat kan al dan niet storend zijn. Als het storend ervaren wordt, maken we ook deze border color. Redelijk donker. En dat is redelijk licht. Oké, we kunnen ook natuurlijk nog een hover maken. Dus we kunnen deze neerzetten voor de hoverkleur. En dan weer andere kleuren kiezen. En dan kan ik bijvoorbeeld wat fellere kleur kiezen. Op deze manier. En kijken of dat doorwerkt. En we zien hier dus een nieuwe hoverkleur ook komen. Goed.